NEC moet het vrijdagavond in eigen stadion opnemen tegen FC Den Bosch. Die ploeg waar de Nijmegenaren in de eerste seizoenshelft met 3-0 van verloren. Momenteel zijn de resultaten niet om over naar huis te schrijven. Dat heeft ook impact op de spelers. Je moet teleurgesteld zijn, zoals alle fans zijn en wij natuurlijk. Het zou niet goed zijn als dat niet zo zou zijn. Maar je bent vooral bezig wat je team kunt geven natuurlijk. En dat is het allerbelangrijkste. Dus ik heb één regel en dat is het juiste doen voor het elftal. En dat betekent dat ik moet me focussen op gestructureerd werken, spelideeën en de manier van spelen. En dat is wel prettig dat je gewoon een week hebt kunnen trainen en echt niet alleen corrigeren, maar ook datgene wat we goed deden juist blijven stimuleren. Nog een verliespartij kan NEC niet gebruiken. Je kunt wedstrijden verliezen, wat hartstikke normaal is. Dat gebeurt elke ploeg natuurlijk. Alleen wat je nooit mag verliezen is je spelidee, je teamspirit, de passie. Snap je? Dat mag je nooit. Tegenstanders kunnen sneller zijn, kunnen counter goed uitvoeren, kunnen twee keer op doel schieten en scoren. Met datgene wat ons sterk maakt, de organisatie, de afstand, bla 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 bla. Ja, dat moet altijd zo. Daar mogen wij nooit in overklast worden. En dat was inderdaad de tweede wedstrijd beter als de eerste. NEC had een aanloop naar het duel tegen FC Den Bosch een flinke voorbereidingstijd. Voor het eerst een normale week met 4 dagen als voorbereiding. Kijk, we hadden met België 3 dagen voor die 2 wedstrijden. Zelfs 2 dagen zelfs met de reis. We hebben die co-head wedstrijd ook met 3 dagen gehad. En dan krijg je die 2 wedstrijden snel achter elkaar. Waar we wisten tot Almere uit gewoon heel lastig zou zijn. Ja, ik ben wel echt blij. Als we zo trainen na 2 nederlagen, ja, moet je nagaan als we 2 of 3 overwinningen hebben. Hoe ze dan zullen trainen. Dus ik ben wel echt tevreden met die jongens, ja. Over het vertrek van Joey van Zundert en Joshua Smits maakt de trainer zich geen zorgen. Ik vind het niet erg om een kleine selectie te hebben. Elke speler is belangrijk in een kleine selectie. Dus dat moeten ze ook voelen. Ze moeten zich voelen tot ze ook elk moment nodig zijn als het ware, dus dat is oké. En het geeft ons mogelijkheden om jonge spelers vaak erbij te halen, wat kracht is van deze club. Dus voor mij alleen maar voordelen. Vrijdagavond om 8 uur in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC tegen FC Den Bosch. Schitterend afgemaakt.